ja, de prestaties afgelopen jaar. Dus dan denk ik tweede in Minsk met Kirsten Wild. Misschien ook wel het profcontract wat ik getekend heb voor de OK, ja, komend jaar. En dan het NK waar ik tweede ben geworden op de koppenkoers. Merk je dat jij nu echt op de radar staat, zeg maar, in baanwielrennen Nederland? Nog niet echt, want de media voor, voor het baanwielrennen is nog niet heel groot. Dus dat merk je nog niet heel erg. Maar misschien langzamerhand voel ik het ja, iets, maar het ja, valt mee. Ja. Het hoogtepunt, je zei het zelf al, was zilver op de Europese Spelen. Wat voor belevenis was dat? Ja, heel gaaf, want ik was er al een week van tevoren. En dan, ja, dan zit je toch in een soort ja, accommodatie waarbij je eigenlijk niet per se naar buiten gaat. En je nou, met z'n allen gaat eten. Het is wel heel bijzonder. Ja, het is heel mooi. Voelt dit voor jou als een vertrekpunt? Want je bent natuurlijk pas 20 jaar. Ja, ja, dit was afgelopen jaar was wel het begin van hopelijk vele goede jaren. Dus ik kijk zeker uit naar de komende tijd. Ik rijd volgende week Omloop het Nieuwsblad. Dus dat is wel ja, mijn eerste echte grote koers. Dus ik ben wel heel erg benieuwd wat ik daar kan doen. En misschien ook wel wat voor het team. Ja. Dat zijn nou echt van die koersen waar grote mannen en grote vrouwen worden geboren, zal ik maar zeggen. Oh, dat vind ik lastig te zeggen, maar waar ik echt naar kijk is Ronde van Vlaanderen. Dat zou ik wel heel gaaf vinden om over een aantal jaren echt tussen te staan. Nou is het ook nog zo dat jij een theoretische kans hebt om nog naar de Olympische Spelen te gaan. Hoe zit dat? Nou, niks. Ik weet van niks. Echt niks. Dus als er wel zo wat is, dan... Maar ik denk, nee, absoluut niet. Denk het niet. Ja, Amy en Kirsten zijn hartstikke goed koppel. Ze zijn wereldkampioen afgelopen jaar geworden. Volgende week gaan ze het verdedigen, dus ze zijn gewoon, ja, top. Maar hoe werkt dat dan? Ben jij reserve of zo? Ja, ik weet van niks. Absoluut niks. Dus ja, wie weet, dat moet ik nog horen. Of misschien krijg ik dat niet te horen, ik weet het niet. Nee. Is het wel zo dat je ooit naar de Olympische Spelen wil gaan? Want dat is natuurlijk voor een wielrenner niet, zeg maar, je hoofddoel. Nee, maar ik zou absoluut wel, nu Tokio zo dichtbij komt. En dat voel je ook wel een beetje om je heen, voor de meiden die wel gaan of willen gaan. Dan is Parijs wel echt een mooi doel om daar te proberen te staan en mee te maken. Of, ja, heel gaaf. Wanneer is 2020 voor jou geslaagd? Ik denk vooral als ik gewoon zelf stappen heb gemaakt, stabiel jaar heb gehad qua prestaties. En voor het team veel kunnen betekenen. Ja, ik denk ook wel misschien een overwinning in een UCI-koers, hoop ik.